Met tranen, bloemen en cadeaus heeft Eindhoven dinsdagavond afscheid genomen van drie wethouders. Hans-Martin Don, Erik van Merjenboer en Mariet Mietendorf werden in de raadzaal uitgezwaard door de burgemeester en de gemeenteraad. Ja, een hele bijzondere tijd geweest. Ik heb een hoop gezien, hoop geleerd. Soms lol gehad, soms was het ook heel lastig. Maar het was een hele bijzondere tijd. Ja, ik ga een aantal zaken missen. Een aantal zaken ga ik ook niet missen. Elke week bij wijze van spreken een openbaar functioneringsgesprek in de krant. Dat hoeft ook niet altijd. Maar een aantal zaken zoals wat de vrijwilligerspenning, het ontmoeten van mensen, dat ga ik zeker missen. Dan kom je hier beneden, ook die vrolijke bedoeling met al die ballonnen. En mensen waarvan ik denk van nou, maken die tijd voor je vrij, dat geeft toch wel een heel bijzonder gevoel. Lovende woorden van de burgemeester, heel veel warmte met de raad en vooral ook met het college, familie op de publieke tribune. Dus ja, daar ga je vanzelf wel glimmen. Het mooiste afscheid was voor Mariet Mietendorf. Zij werd voor 16 jaar trouwendienst aan Eindhoven geridderd. Gesine Maria Mietendorf. Het doet mij een groot genoegen je te kunnen meedelen dat Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd je te benoemen tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gaat u dat ook een beetje missen? Ja, missen doe je dit altijd. Het is zo'n intensieve baan. Het is je hele leven een tijd. En dus het zou heel raar zijn om dat niet te missen. Maar ik ben wel blij met de keuze om te gaan. Zoals ik ook 16 jaar geleden blij was met de keuze om te komen. En 8 jaar geleden met de keuze om wethouder en lokale burgemeester van deze stad te zijn. Want het is een geweldig mooie stad.